Goedemiddag op deze woensdag, het is 30 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik moest even niezen, dus ik klink een beetje snotterig. Hij kwam er ook niet heel lekker uit, mijn nies. Maar goed, ik heb gisteren natuurlijk het Nederlands elftal afgekeken. 2-0 gewonnen, super netjes. Ja, was wel echt heel enthousiast. Ik vond het wel een leuke wedstrijd. Alleen wat ik gisteren al zei, de scheidsrechter vond ik niet op alle momenten heel goed reageren. Maar goed, dat is dan ook weer, hè. Voetbal wordt in de hele wereld gespeeld, maar ook weer op een andere manier. Dus misschien vergelijk je het te veel met hoe een scheidsrechter in Nederland zou reageren. En reageert een scheidsrechter, ik weet niet uit welk land deze man kwam hoor, maar dan toch anders als hoe je het gewend bent. Maar oké, we hebben gewonnen. Zaterdag spelen we weer tegen Amerika. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik weet eigenlijk alleen nog niet hoe laat. Dat heb ik nog niet uitgezocht. Maar goed, dat heb ik nog even de tijd voor. Het is nog geen zaterdag. Ik heb verder gisteravond Bureau Arnhem gekeken. Dat was ook wel weer heel interessant. Ik kan me er ook altijd wel op verheugen. Ik vind dat echt wel een hele mooie serie ook altijd. Gewoon als je ziet wat er allemaal gebeurt. Ook best wel heftige dingen. Ook wel jongere jongens die dan met een wapen rondlopen. Dat blijkt dan uiteindelijk een nepwapen te zijn. Maar ja, mensen schrikken daar wel van. Ja, dat vond ik wel heel mooi. Wat ik wel heel bijzonder vind, er is één stel agenten, dat zijn twee mannen. En die worden continu, dus echt bijna elke week raak, dat ze met drugs in de gaten te maken krijgen. En dat ze dan ook echt gewoon, het zijn tot nu toe allemaal mannen geweest die ze dan hebben staande gehouden, dat ze dachten dat die drugs bij zich hadden en dat ze dan ook echt wel op bepaalde delen moeten voelen bij die mannen of dat ze daar dus drugs bewaren. Nou, eerst is het 10 keer nee en uiteindelijk komt er dus echt nog wel wat drugs uit. Dus ja, dat is wel bijzonder, maar die hebben daar echt een neus voor. Dus nou ja, goed. Ik heb even shownieuws teruggekeken. Ik heb nog even gegamed. Ging op zich wel lekker, even Fortnite. Dus op zich ging het wel lekker. Daarna heb ik de vlog in elkaar afgemaakt eigenlijk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond ook de laatste aflevering van. En toen ben ik op Videoland begonnen met Dr. Tinus. Want dat heb ik eigenlijk nooit gezien. Dus ik dacht, nou, eens even kijken of dat wat is. Maar dat weet ik nog niet zo goed. Moet ik nog eventjes over nadenken wat ik ervan vind, geloof ik. Ik vind hem in eerste instantie best wel nors. Hij deed ook niet heel leuk tegen een hondje. Nou ja, dan ben je voor mij, heb je dan gelijk al minpunten als je zo doet. Maar goed, we gaan het wel zien. Ik ga nu aan de schoonmaak. En ik heb voor jullie van het weekend gefilmd dat ik de cadeautjes heb ingepakt, gedicht heb geschreven en ook heb ik jullie de cadeautjes laten zien. Dus daar mogen jullie dan eventjes naar gaan kijken, terwijl ik eventjes lekker ga poetsen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga muziek aan doen en aan de gang. Ik heb de spullen erbij gepakt voor Sinterklaas. Ik heb voor Frank een speciaal biertje. Het is een vers blond biertje. Ik weet niet of hij dat lust. Ik heb chocoladeletters, een M voor mijn moeder. Voor Natalie heb ik een witte, maar ze hadden dus geen N. Dus ik heb maar de P gedaan van Piet. En een app voor Frank. Hier heb ik een koffiepad, een koffiecupje en een zakje suiker en een theezakje met suiker. Dat ga ik zo meteen even laten zien. Voor Lente dit bakje van Peppa Pig. Ik heb deze stempelstiften van Peppa Pig. Deze leuke etui van Peppa Pig. En heel leuk, ik kwam dit boekje dus tegen nog bij de Aldi. Dus die heb ik er voor haar nog bij gedaan. Opstaan, aankleden en tandenpoetsen. Het is een heel verhaaltje, maar er staan dus ook tips in. Zoals, hier staat dan precies hoe je je tandjes moet poetsen en hoe lang. En aan de achterkant, een handjes wassen heb je. En als je dan hier doet, heb je allemaal flapjes. Die kun je dus openmaken. Heb je een soort quiz van wat ze al kent. Dus wel heel leerzaam. Dat vond ik wel heel leuk. Dan heb ik hier de bakjes die ik ga vullen met pepernoten. Hier de mokjes waar dus de spulletjes in gaan. Twee dezelfde. En voor Frank heb ik twee glazen. Het zijn eigenlijk whiskyglazen officieel. Whisky slash waterglazen. Ik dacht ja, een beetje karig om dat te doen. Maar als je er dan dacht, whisky is een beetje gek. Dus ik doe gewoon, ik vul er eentje met wat pepernoten en dan een flesje bier erbij. Ik ga dit mooi even inpakken. Thank you.
Alle cadeautjes neergepakt, gezellige bende, straks even allemaal bij elkaar in een tasje. Maar ik dacht, misschien is het leuk als jullie even het gedicht voorlezen van Lente. Ik heb dus geschreven, lieve Lente, sinds zijn reis was dit jaar spannend. Toen de stoomboot zonk, Sinds zijn reis was dit jaar spannend toen de stoomboot zonk. Gelukkig had Sint een vliegtuig en vloog naar Nederland met een vonk. Sint dacht diep na en Piet zei, Lente houdt van dieren. Dus Sint dacht aan pieren. Nee, riep Piet. Op tv kijkt Lente naar een big. Sint zocht de zenders af en vond Peppa Pig. Sint zei, hallootjes, dat is perfect voor Lente haar cadeautjes. Sint ging op zoek en vond cadeautjes in de kinderhoek. Lente houdt van knutselen en hiermee kan jij frutselen. Pak je cadeautjes maar lekker uit, alleen smeer het niet op je huid. Sint moet weer door, dus bij deze set zegt Sint, dag hoor, lieve groet Sint en Piet. Ik moet alleen eventjes, hier zag ik nog even de P, die moet even een streepje krijgen, dus dat is top. Zo, ik heb alles weer lekker klaar. Het is allemaal weer heerlijk schoon, vind ik altijd wel heel fijn weer. Patjes hebben ook net lekker gegeten, dus dat is ook altijd wel weer fijn. Ik heb de was nu nog aanstaan, dus alleen iets wat irriteert. Deze letters die staan niet recht. Het was een flinke was, dus die heb ik ook even ingedaan. De wasmand zat redelijk vol, dus daar heb ik mooi ook klaar. Ik heb net deze nagel even bijgewerkt, die was heel erg beschadigd. Ik heb nog eventjes in mijn mus gewerkt. Ik heb wat oud pipi bij elkaar geraapt. Kan ik dat morgen ook weer eventjes in de bak doen. Ja, verder ging het eigenlijk allemaal wel vrij vlot. Ja, ging wel lekker allemaal, dus ja... Het is allemaal weer lekker schoon. Het is natuurlijk altijd een beetje de vraag hoe lang het duurt met dieren. Maar morgen trekken we de stofzuiger er weer doorheen en dan is het ook weer netjes. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je het perfecte plaatje. Dus dat ga ik wel eventjes kijken. Ik wil sowieso nog even Splatoon doen eigenlijk. Volgens mij moet ik nog één foto afmaken. Volgens mij was die nog niet helemaal klaar. Ja, volgens mij kreeg ik dat niet helemaal voor elkaar, maar dan moet ik eventjes kijken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven. Ik moet even een thumbnail maken voor de vlog. En dan kan ik die ook inplannen. Dan kan ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken, laatste aflevering dus. Ja, dan ga ik toch maar weer verder met Dr. Tinus. Ik was trouwens gisteren, daar was ik nog blij mee. Daar kwam ik spontaan achter. Het laatste seizoen van Nieuw Amsterdam wordt nu dus uitgezonden op Net 5. En dat zag ik per toeval. Dus ik heb het gelijk opgenomen.
Dus dat kan ik dan ook mooi weer gaan volgen. Ja, wel jammer dat het laatste seizoen is. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel afleveringen deze zal hebben. Maar het duurt namelijk nog best wel lang voordat het dan weer een keer op Videoland of Netflix komt. Dus ik ben wel blij dat ik daar spontaan achter kwam. Want anders had ik het dus mooi niet geweten. Dan had ik het dus gemist. Maar goed, fijn dat ik dat eventjes ontdekte. Ik ga nu dus eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Ik hoop dat zo de was klaar is. Dan kan die de droger in. Dus dat nog even doen. Nou ja, goed. Ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is gewoon 1 december. Hoe bizar. De laatste maand van het jaar aangebroken. Ik vind het echt bizar hard gegaan. Ik ben klaargemaakt. En ik heb het best wel fris ook. Ik heb gisteren videobelde Nathalie, Frank en Lente nog even. Lente was in de nee-bui. Ik vroeg, is tante nog lief? Nee. Niemand was lief. Ze wilde alleen maar cookie, cookie. En dan mocht niemand. Ze moesten bijna eten. Dus dat ging niet. Ze ging wel zwaaien. Ik mocht geen kusje dit keer. Nee, prima. Zwaaien is ook hartstikke leuk. Was wel even grappig. Kwam ze weer in beeld met de grappige krulletjes. En de blije gezichtjes. Altijd wel heel gezellig. Ik heb gisteravond ook nog even gegamed met hun. Even Fortnite gedaan. Ging op zich wel lekker. Een paar keer weer eerste geworden. Ik heb Perfecte Plaatje gekeken. Was ook wel weer heel leuk. Maar wat ik al zei. Het is wel anders als normaal. Hè? Ja, de 4 die over zijn vind ik niet allemaal terecht. Die nou nog door mogen naar de halve finale. Denk ik van, vind ik eigenlijk niet helemaal terecht. Maar ja, oké. Okay. Het is wat het is. Ik ben er zelf niet helemaal mee eens. Maar goed, ik ben natuurlijk ook geen professional op dat gebied. Mijn coach is er tussen 3:15 en 4:15. Het is nu nog vroeg, dus ik heb nog eventjes. Verder heb ik gisteravond de vlog ingepland en de thumbnail gemaakt. En toen heb ik mijn Netflix-serie gekeken. En ik heb uiteraard mijn blogpost geschreven. Ja, het was dus de laatste aflevering inderdaad een heel open einde. Maar ja, je weet dus al dat het inderdaad een einde is wat niet meer vervolgd wordt. Omdat dat al bekend is gemaakt. Wat ik op zich wel jammer vind. Maar ja, het is niet anders. Daarna heb ik weer Dr. Tieners gekeken. Ik ben een nieuw boek begonnen. Dus op zich wel weer wat goede dingen. Verder ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ja, het is fris. Nou moet ik straks wel eventjes alvast een was klaarzetten. Die wil ik dan weer uitgesteld laten draaien, zeg maar. Ik moet handdoeken wassen. En dat duurt gewoon altijd best wel lang. Dus ja, dat even dat soort klusjes. Verder niet zo heel veel bijzonders. Dus dat is het eventjes. Dus ja, ik ga eventjes wat dingen doen. En dan neem ik jullie later gewoon nog even mee naar de supermarkt. Het is natuurlijk 1 december. Dat betekent ook dat ik het eerste vakje van mijn adventskalender mag openmaken. Ik zal hem even uitklappen. En dan zie je dat hij best wel groot is. Ik vind de binnenkant ook heel mooi. Kijk eens hoe mooi dat eruit ziet eigenlijk. En we moeten dit jaar moeten we de vakjes wel weer openbreken. Vorig jaar had je echt van die vakjes, zeg maar van die soort van andere dingetjes, van die soort doosjes. Maar dit jaar ziet hij er weer zo uit. Dus dit is de binnenkant. We gaan het eerste vakje openmaken. Ik ben erg benieuwd. Het eerste vakje zit dus hier. Die ga ik nu eventjes openmaken. Het gaat vrij soepel, moet ik zeggen. En hier zit een liquid oogschaduw in. Deze. Ik weet niet of er een naam op staat. Van kleur of zo. 287 in Royal Glam. Dus die zit dus in het allereerste cadeauvakje. Dat laat ik het nu maar eventjes doen. Want ik moet natuurlijk zometeen nog weg. Dus nou, we hebben allereerst een liquid eyeshadow. Dus wel heel leuk. We'll be right back.
weer terug van het boodschappen doen. Het was echt super druk. We konden echt niet eens een parkeerplek vinden. Dat was echt een drama. Maar ik heb mijn boodschappen binnen. Ik heb boontjes. Ik heb aardappeltjes. Zo'n briefje moet ik even invullen voor mijn coach. Spekjes. Die zijn nu gewoon weer 20 cent duurder geworden. Echt, ik schrok me een hoedje. Ik heb eventjes gewoon een goedkope shampoo meegenomen voor mijn kwasten. Want ja, baby shampoo kan ik bijna nergens kopen. De supermarkten hebben ze niet. Ik heb nu gewoon eventjes gewoon een shampoo gekocht. Kan ik hier voor mijn kwasten weer even goed wassen. Dan heb ik chocomel. Die is bij de Boni nu heel duur geworden. En Lidl heeft hem tegenwoordig ook. Dan heb ik nog weer een aantal cupjes op meegenomen, want het was weer 1 plus 1. Bij Lidl kwam ik deze tegen. Het is een cadeautje. Die is op lampjes en dat vond ik wel heel leuk. Dus die wil ik dan ergens in huis gaan ophangen met de kerst. Ik ga volgend weekend mijn kerstboom zetten, dus dan gaan we alles gezellig neerzetten. Dus dat is wel leuk. Ik moet niezen. Dan heb ik afwasmiddel gekocht. Ik heb nu een hele grote fles gekocht. Want die kleintjes zijn hartstikke duur geworden. Dit is met appel. Even ruiken. Oh, lekker. Ja. Oh, heerlijk. Hele lekkere geur. Dan gaan we naar de andere tas. Dan heb ik de takjes. Nou, er komt nog een kuppensoep uitsnijden. Ik heb voor straks hamburger. Ik heb ze nu bij de Plus gekocht. De vorige keer bij de Boni smaakten ze dus naar plastic. Dus ik heb ze nu gewoon bij de Plus gekocht. Kijk hoor. Ik heb kattenvoer. Voor het weekend nog even lekker een lettertje. Want ja, het is natuurlijk Sinterklaas bijna. Medicijnen. Ik ben even bij de Hema geweest. Daar heb ik van die herwasbare pets gehaald. Want ik heb er al een aantal, maar dat is toch best wel weinig. Volgens mij zijn deze ook net iets groter. Ja, deze zijn echt heel groot. Deze zijn veel groter dan die andere die ik heb. Krijg ik dat open? Zit dat weer dicht? Ja, kijk, deze zijn best wel groot. Zie je dat? Ze zijn echt van die grote. Die vind ik heel fijn. Ik heb nu die kleintjes. Die bevallen ook prima. Maar soms vind ik die grote ook wel heel handig. En ik heb ook deze gehaald. Daar kun je ook je make-up mee eraf halen. Maar dit is gewoon eigenlijk zo'n washand soort van. En ik kan hele stappige sokjes aan. Kijk, ik heb stappige sokken. Voor kerst. Nou, ik vond ze leuk. Die. Ja, verder is eigenlijk voornamelijk kuppensoep. Dat is mooi. Onder slaapwinken. Handschoentjes. Ik heb nog wat dingetjes bij de Zeeman gehaald. Maar dat komt eventjes nog in een shoplog. Want er komt nog een Zeeman shoplog aan. Ik laat het even niet zien. Oh ja. En de citrondellen. En de rest is nog kuppensoep. Dus dat is het. Nou, dat ga ik zo maar even opruimen. Dan ga ik straks even lekker douchen. Ik heb weer natuurlijk mijn maillot aan. Die alweer op 6:30 hing. Zo'n drama. Maar ja, net wat ik zeg. Het was gewoon echt even druk. Dus nou, die knip kan er ook wel uit. Want mijn haar is ook helemaal uitgezakt. Ik ga even opruimen. Dan ga ik straks lekker douchen. En dan ga ik even eten maken. Vanavond ga ik even Goede Tijden kijken. En dan ga ik even Zeeman Confronteert Stalkers terugkijken. De nagellak gaat eraf. Die is heel lelijk. En ja, misschien nog wat terugkijken. En ja, ik moet eventjes kijken. Ik wil sowieso nog even Splatoon gaan doen. Dus ik ga wel eventjes kijken. En dan moet ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik moet mijn foto's nog bewerken. En wat moet ik nog meer doen? Verder niet heel veel. Splatoon dus. Nieuwe serie uitzoeken. En dan ga ik nog wel even Dr. Tienes kijken. Dus dat wordt verder eventjes de planning. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan straks even lekker warm douchen en mijn dingen verder doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 2 december. Ik ben klaargemaakt. Zo, ik ben wel lekker flu hoor, hè, met dit vest zo. Valt wel lekker op. Ik wil allereerst even sorry tegen jullie zeggen. Want de vlog was gisteren veel te laat. Ik heb hem op tijd ingepland. Hij heeft blijkbaar heel even online gestaan, maar YouTube had hem offline gehaald. Ik krijg hier zelf geen melding van YouTube als een video uiteindelijk offline gehaald wordt. Dus je moet daar zelf achter komen.
Gelukkig kreeg ik een aantal berichtjes via Instagram. Dank daarvoor die mij daar even van op de hoogte hebben gebracht met de vraag of er geen vlog was. Dus nou ja, ik reageerde terug van er is wel een vlog, maar ik ga even kijken wat er aan de hand is. En wat bleek dus, YouTube had mijn vlog geblokkeerd. Ik heb in de vlog had ik een heel klein stukje laten zien dat ik naar het Nederlands elftal aan het kijken was, waar ik letterlijk doorheen zit te praten. Maar YouTube accepteerde dat blijkbaar niet. Ik mag alle sporten mag je erin plakken, maar een stukje van het WK in Qatar, dat wordt niet goedgekeurd. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar goed, het mocht niet. Dus ik moest die vlog moest ik eerst een stukje weer tussenuit halen. Toen moest ik hem opnieuw renderen. Toen moest hij weer opnieuw opgeslagen worden. En toen nog weer opnieuw geüpload worden. En dat kost gewoon best wel veel tijd. Maar daardoor was de vlog dus veel te laat online. En ik weet dat sommige van jullie er echt altijd heel erg op zitten te wachten. Maar ik had hem dus zelf wel goed ingepland. Maar doordat YouTube die blokkade erop had gegooid, ja, is het misgegaan. Dus ja, nou ja, weet ik dat ook weer. Geen stukjes meer van voetbal laten zien. Dat is de conclusie in ieder geval. Ik had net ook nog eventjes een naar ding. Ik had een nieuw pak Chocomel, die draaide ik open. En toen scheurde ik de bovenkant eraf waar het dopje op zit. Dus nu heb ik geen dopje meer. Dus ik heb er nu maar even een plastic zak omheen gedaan. Want ja, je wil niet dat er gekke luchtjes of zo aankomen. Maar dat is ook weer een beetje drama. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken en daarna het Zeeman confronteert. Maar ik heb vorige week een fout gemaakt in de vlog. Want ik zei ja, het is heel anders. Het is helemaal niet zoals het gewoon was. Nee, dit is een heel ander programma. Dit is namelijk niet confronteert stalkers, maar confronteert. Dus hij confronteert allerlei mensen die niet per se op stalkergebied zijn. Dit was iemand die had heel veel mensen opgelicht. Die zei dat hij kwam klussen bij mensen en dat hij bouwmateriaal zou leveren. En die mensen waren vervolgens heel veel geld kwijt en die kwam die klus nooit afmaken. Het vreemde is dan wel dat je deze persoon die woonde dus in mijn woonplaats. Het is dan best wel gek als je ze door je eigen woonplaats ziet rijden, deze mensen. Het was een tv-programma, maar goed. Was ik dus even de mist in gegaan, maar ik vond het wel heel interessant. Ik heb nog even Splatoon gedaan. Ging niet zo lekker. Maar ja, goed. Dat komt ook alweer goed. Ik had een was aangezet. Die is letterlijk net pas klaar. Dus die kan zo de droger in. Ik dacht eigenlijk, nou, als ik wakker word, is die wel klaar. Maar nou, dat was dus nog niet zo. Ik heb een nieuwe Netflix-serie uitgezocht. Ik zal even kijken. Ik had er een fotootje van genomen. Dan kan ik even zien hoe die heet. Want. Het is ook weer zo'n vierdelige serie. En deze serie heet You Don't Know Me. Maar vier afleveringen. Maar ik zat er vanaf aflevering 1 wel gelijk lekker goed in. Ik heb de foto's nog bewerkt. En toen heb ik nog even Dr. Tinus gekeken. Dus dat was het ook wel. Ja, ik heb eigenlijk nu een beetje een rommelmiddagje. Ik heb eerst nog getwijfeld. Zal ik de kerstboom gaan doen? Nee, ik ga het ook nog niet doen. Dan kan ik het eerst van de week even daar goed schoonmaken. Ik wacht even tot na Sinterklaas. Ik wil wel alvast proberen om de kerstspullen eventjes op de overloop te zetten. Dat ik niet volgende week dat hok helemaal in hoef. Dat wil ik eigenlijk wel eventjes gaan proberen. En ik ga verder gewoon een beetje opruimen. Dus ik ga jullie gewoon een beetje proberen mee te nemen in opruimen en dat soort dingen. Dat is voor nu even de planning. Dus ik ga eventjes eerst deze stofzuiger, de kattenbak scheppen. En dan ga ik jullie gewoon eventjes proberen mee te nemen vanmiddag. Thank you.
Zo, het is weer tijd voor het tweede vakje. Het tweede vakje zit hier. Dus daar gaat iets heel kleins in zitten, denk ik. Dus laten we hem openmaken. Oh ja, ik had al zo vermoeden. Gaat dit er ook uitzien? Kijk, hier zit een puntenslijpertje in. Dat is natuurlijk altijd wel handig voor potloden. Ik kwam nu net toevallig ook weer een paar potloden tegen die niet zo goed gingen. Dus ja, een puntenslijpertje wel leuk. Ik had er wel een beetje gedacht omdat het een heel klein vakje was, maar wel heel leuk. Zo jongens, ik ben klaar. Nou, het viel allemaal een beetje tegen. Ik heb jullie geprobeerd boven mee te nemen. Maar ja, het is echt daar een puinzooi tot en met wat ik al een beetje had verteld. Ik heb geprobeerd het nu weer een beetje om te wisselen. In ieder geval weer wat was in de kast. Ja, en zo moet het gewoon beetje voor beetje dat ik het in ieder geval weer een beetje op de rit krijg. Want ja, het is momenteel gewoon niet te doen. Ik kan er gewoon bijna niet lopen. En ik weet gewoon dat ik daar flink aan de bak moet. Maar ja, ik probeer het gewoon elke keer stukje voor stukje te doen. Zoals nu vandaag kon dat mooi, omdat ik dan ja, eigenlijk geen andere dingen op de planning heb. Dus ja, dat is dan wel gewoon mooi dat ik het gewoon beetje voor beetje kan doen. En het wordt echt nog wel weer wat hoor. Het wordt echt wel opgeruimd, maar het heeft gewoon even tijd nodig. In ieder geval, de was is in de kast. Ik heb de make-up even op de plek gelegd waar ik het wilde hebben. De tas van de Action even leeggemaakt. De placemats alvast in de kast gelegd. Ik heb dus alvast de doekjes in bakken gedaan. Dus dat is allemaal wel prima weer. Ik heb even mijn winterdekbed erop gegooid. Want ja, ik had het gewoon te koud en ik had dus nog steeds een dunne dekbedje. Ik heb hem niet aan elkaar geklikt. Want ik weet dat dat heel lekker is in de winter. Maar dan zweet ik mijn bed uit. Want het is voor mij te warm. Maar ik heb nu in ieder geval dikkere dekbed. En ik merkte al wel gewoon gelijk met voelen dat hij gewoon veel dikker is. Ik merkte ook dat hij veel dikker is in de hoes. Dus ik denk dat dat ook wel zal helpen. Maar die kon ik eerst niet zo snel vinden. Ik heb ook nog eventjes alvast de kerstspullen uit het hok gehaald. En dat hok moet ook opgeruimd worden. Ik moet gewoon boven opruimen. En ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet gaan beginnen. Ik zou ook nog een keer met mijn coach dat gaan doen. Maar ja, omdat het nu, je hebt natuurlijk weer wat de dagen zijn sneller, dat het sneller donker is. Dus je kunt niet zoveel zien. Ik heb boven niet zo heel veel licht. Dus dat zijn allemaal gewoon een beetje drama dingen. Maar goed, ik heb het voor nu in ieder geval wel eventjes opgelost. Nu ga ik zo even lekker relaxen. De handdoeken zitten in de droger. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond weer de Mask Singer. Nou, ook wel weer leuk. Soms denk ik, soms word je het ook wel, ik wil het dan wel blijven volgen, maar soms word je sommige programma's best wel zat omdat ze best wel lang duren. Maar ik vind het dan toch wel leuk om te volgen, dus dat ga ik ook zeker wel doen. Ik ga de video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven en dan ga ik verder met de Netflix serie. En vanavond heb ik weer rozen gerummeld klein, dus dat wordt het verder ook. Ik ga nu in ieder geval even relaxen, want ik heb een zeer been. Dus ja, dan kan ik dat eventjes rust geven en dan ja... Ga ik dat even doen. Ik denk vanavond nog even Splatoon. Dus dat is voor nu even de planning. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag. Op deze zaterdag. Het is 3 december. Ik ben klaargemaakt. Het is heel erg koud. Want het is buiten 1 graad. Ik heb wel heerlijk lekker warm geslapen onder dat winterdekbed. Dus dat was top. Dus ik zal het zomerdekbed even wassen. Dan kan die mooi weer terug in de hoes. Maar dat was wel heel fijn. Ik wilde eigenlijk even iets uitleggen. Dat is eigenlijk vooral voor de mensen die nieuw zijn op mijn kanaal. Want als je al lang geabonneerd bent, dan weet je het misschien wel. Ik kreeg namelijk in een vraagje in de vorige vlog. Je zag mij toen de katten nat voer geven. En de vraag was of dat het enige voer is wat mijn katten krijgen, omdat het zo weinig was. Nou, ik zal even meenemen naar de gang. Dat is het Walhalla van mijn katten. Hier staan de bakjes met voer. Hier kunnen ze de hele dag door harde brokken eten. Hier staat altijd vers water. Krijgen ze elke dag vers gevuld. Dus dat staat er gewoon overig de hele dag. Inderdaad, nat voer krijgen ze niet heel veel van. En dat komt, ik ben daar heel erg zoekende in geweest. Ik zie het natte voer meer als een soort van tussendoortje dan als volledige maaltijd. Omdat er ook best wel veel water in zit en dat soort dingen. Ik ben ooit begonnen met 3 zakjes voer voor de kat. Dus elke kat 1 zakje. Maar dat ging gewoon niet op. Ze lieten best wel veel staan.
Dus na een tijdje dacht ik, nou, dit werkt niet. Toen ben ik naar twee zakjes gegaan. Maar ook dat werkte niet, want ze lieten nog best wel veel staan. Muishier, die is sowieso heel gevoelig. Die gaat best wel snel spugen van te veel van dat voer. Nou, dus ik kwam erachter dat werkt ook niet. Toen ben ik nog naar één zakje nat voer gegaan over drie katten. Op het moment dat je mij die bakjes zag vullen, had ik ook best wel grote bakjes, waardoor de inhoud nog minder leek. Maar zelfs dan gaat het nog niet altijd op. Dan blijft er zelfs nog wel eens wat liggen. Dus ze kunnen dus de hele dag door brokjes eten. Maar het natvoer zie ik dus meer als een tussendoortje. Het zijn natuurlijk binnenkatten. Ze doen over het algemeen wat minder als het een buitenkat doet. Die zal lekker rondlopen. Misschien eet hij ook meer, misschien ook niet. Want het kan zijn dat hij buiten nog wel eens wat meepikt. Maar ja, ze zijn best wel gevoelig. Dus daarom één zakje natvoer. Ik ben soms wel eens een beetje, heb ik er een beetje spijt omdat ik eraan begonnen ben. Omdat tijgertje heel erg kan zeuren. Die wil het gewoon absoluut hebben. En soms denk ik wel eens van, nou, het was ook wel goed geweest om het af en toe te doen. Zie ik bij mijn moeder ook, weet je wel, die kat die krijgt gewoon af en toe een beetje van dat nat voor. En die maalt er ook niet na. Maar omdat tijgertje een rugzakje heeft, die heeft het als kitten niet heel makkelijk gehad. Is die heel erg op het nat voor. Mickey ook wel, die heeft het ook niet altijd heel lekker gehad. Als kitten zijnde, kijk, toen ze bij mij kwamen, toen heb ik er alles aan gedaan om ze goed te verzorgen en om ze een fijn huisje te geven. En ik denk ook wel dat dat gelukt is, want als je zo'n goed klein tijgertje was toen ze bij me kwam en als je nu ziet wat het tot wat voor kat het is uitgegroeid, zie je echt het verschil wel. Maar ja, die hebben gewoon een beetje moeten vechten om hun eten. Dus die zitten er heel erg aan vast, muis wat minder, maar ze krijgen echt genoeg. Geeft ook niet hoor dat die vraag kwam. Daarom leg ik het nog eventjes uit. Maar ze hebben het echt wel heel erg goed. En ja, als ik zou moeten kiezen tussen eten voor mezelf of eten voor mijn katten, dan kies ik absoluut voor de katten. Goed, dat even gezegd hebbende. Ik heb gisteravond naar de Mask Singer gekeken. Ik wist absoluut niet wie erin zat. Ik had echt geen idee. Het was niet één van mijn favorieten, moet ik wel zeggen. Maar op zich was het wel leuk. Ik had ook nu de extra optredens niet goed. Carlo had het wel goed, die wist het. Maar op zich was het wel weer leuk. Ik heb daarna nog even Splatoon gedaan. Ja, ging ook niet super. Ik zat gewoon, ja, het lukte gewoon dan even niet zo goed. Toen heb ik de video in elkaar gezet. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Echt wel een hele goede serie. Ik heb dan nu nog twee afleveringen, maar het is echt wel een hele goede serie. En daarna heb ik Roze Gerold Kalijm gekeken. Dus dat was het. Ik ga even mijn dekbed wassen. Ik ga de kwasten eventjes uitwassen. Maar eerst even stofzuigen en de bakker scheppen. Dan is dat in ieder geval weer klaar. En even een nieuwe batterij erin, want deze is alweer leeg. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Tijd om vakje 3 open te maken. Dan gaan we natuurlijk even kijken waar die zit. Oh, dat is een hele grote. Het is dus deze. Ik vond het systeem van vorig jaar fijner, moet ik zeggen. Dus als ik ze een tip mag geven, haal dat systeem weer terug. Hier zitten van die oog under-eye patches in. Hydrogel under-eye patches. Die kun je dus lekker onder je ogen doen. Zijn goed voor je wallen. Ah, dat is ook wel leuk. Dat kun je gewoon eenmalig gebruiken. Ga ik vanuit. Zit ook helemaal. Kijk.
je heel goed ziet, zie je hier ook allemaal spul zitten. Zie je het? Nou, wel superleuk. Dat is wel heel erg lekker. Nou, ik zit inmiddels al naar Nederland te kijken. Ik ga het uiteraard niet meer laten zien, want dan heb ik weer datzelfde gedoe als bij de vorige vlog. Nederland doet goed zijn best. We staan 1-0 voor. Ik merk wel dat Amerika ook echt in de strijd zit. Die willen ook natuurlijk heel graag winnen. Maar het eerste goal is gescoord door Memphis Depay. Dus ik vond het echt een heel mooi doelpunt. Ze hebben al wel een paar kansen gehad die er dan niet in gingen. Blind die een paar ballen had waarvan ik dacht, nou die zijn niet zo lekker jongen. Maar goed, tot nu toe dus 1-0. Dus ja, laten we hopen dat we winnen. Maar ja goed, het is niet het einde van de wereld als we niet winnen. Maar dan liggen we er gewoon vroeg uit. Ja, dat is gewoon zo. Het dekbed hier is nog aan het draaien. Ik heb dus even mijn nagels nagellakvrij helemaal gemaakt. Die randjes er kaal geveld. Want dat vind ik altijd wel met rode nagellak. Dat gaat heel erg in de randjes lopen. Daar krijg je heel veel troep van. Ik ga dus nu even lekker Nederland kijken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer de Big Show met Ruben kijken. Ik wil eigenlijk nog eventjes GTA doen, want ik kan wat nieuwe opdrachten doen. Maar vanavond is ook weer het einde seizoen van Fortnite. En Frank die zei gisteren al tegen mij, ja dan moet je eigenlijk wel even opstarten. Dus we moeten alleen even kijken hoe laat dat is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat hij het live gaat streamen, dus dan kan ik het sowieso wel zien. Dus dan moet ik hem even opstarten, want dan wordt het seizoen weer vernietigd. En dan gaan we morgen weer door met een nieuw seizoen, zeg maar. Of nieuw hoofdstuk, moet ik zeggen. Het is nog geen nieuw seizoen. Maar dan worden er weer heel veel dingen veranderd. Dus dat. Ik wil sowieso het grootste gedeelte van de vlog natuurlijk afmaken. Ik ga mijn Netflix-serie kijken. En Rose, Geur en Wodka Lijm. En ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik wil eventjes nog wat andere boeken bij mijn e-reader opzetten. Ik kan hem gelijk even opladen, want die zat niet heel vol meer. Maar goed, dat zijn allemaal dingetjes die moeten nog eventjes gebeuren. Ik ga nu in ieder geval zometeen eventjes hopen dat deze was zo klaar is. Ik ga hem gewoon eventjes hier overheen hangen, want dat droogt ook wel. Want ja, om nu in de droger te stoppen vind ik ook een beetje zonde, want ik kan ook prima hier drogen. Ik ga eens even kijken hoe Nederland het er verder vanaf gaat brengen. Dus ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen zien, want nu is het tijd om te gaan kijken hoe Nederland het gaat doen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 4 december. Het is wel fris, maar we hebben in ieder geval mooi licht. Ik heb gisteren gekeken naar de show van Ruben Nicolai. Dat was wel weer heel erg leuk. Daar heb ik wel weer van genoten. En natuurlijk heb ik Nederland gekeken en ik vond het zo spannend, vooral de tweede helft. Het eerste doelpunt was dus al gevallen. Vrij snel, toen echt net voor de rust, toen werd er nog een doelpunt gescoord. Toen op een gegeven moment toen scoorde Amerika en toen hebben wij er nog eentje gemaakt. Dus we waren door. Ik was heel trots op Nederland, ik vond het zo goed. Ik moet wel zeggen, we moeten nu vrijdag tegen Argentinië. Ik weet niet of we dat gaan redden tegen Messi. Dat is de vorige keer ons ondergang geworden, maar we gaan het zien. Maar ik was wel heel trots op Nederland. Verder heb ik gisteravond nog eventjes GTA gedaan. Daar kwam ik niet echt doorheen. Dat was wel een beetje jammer. Ik heb de vlog al voor het grootste gedeelte klaargemaakt. Dus toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond is de laatste. En daarna heb ik Roze Gerubbeld Kalijm gekeken. Dus dat was het ook. Ik ga zo even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Even de groenten afhalen en straks foto's maken. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Ik heb ook nog een pakketje binnen. Moet even kijken hoor. Die zal ik straks ook nog wel eventjes laten zien. Maar moet ik even kijken. Ik weet nog niet precies hoe laat, maar dat komt wel goed. Goed. Ik ga nu even mijn dingen doen. En dan zien jullie straks even de fotospullen. Even de fotospulletjes. Ik heb hier de highlighter die ik dus had gekocht nog. Die wilde ik toch nog heel graag fotograferen. Ik heb hier een foundation van Max & More. Een primer van Essence. En alvast de make-up pads en de handschoen. En hier ga ik eventjes foto's van maken. Ik had dus nog een pakketje binnengekregen. En dit was van Amazon. Het was echt heel snel in huis. Ik ga even kijken of ik het een beetje op een normale manier open kan maken. Ik heb het. Ik heb hier allereerst een game cards houder voor Switch spellen. Het is van Animal Crossing. Dus hier kun je dus allemaal spelletjes in doen. Kijk, het ziet er zo uit. En dan doe je hem open. En hier passen dus allemaal Switch games in.
vond ik gewoon heel erg handig. Want ik laat ze nu allemaal in de doos zitten. Maar dan heb je gewoon eigenlijk alles bij elkaar. En ik heb dus een houder voor mijn Apple TV. Dus ik zal even kijken. Er zit dus nog weer zo'n dingetje bij. Die heb ik al wel, maar dat geeft niet. Kijk, dit is een houder. Die kun je aan de muur bevestigen. Normaal is het, dat is gewoon even handig, want hij staat nu een beetje in de weg. Zal eens even kijken of dat past met die hoes eromheen. Maar die ga ik dan van de week ook even ophangen. Er zitten ook weer schroefjes bij. Nou, die dingetjes ga ik niet gebruiken, want die vind ik niet zo heel handig. Ik pak altijd eigen dingen. Maar die zit er dus ook bij. Wat is dit dan? Oh, je kunt hem ook op de muur plakken, want er zitten ook plaksels bij. Maar dat vind ik niet zo heel handig. Ik zal eens even kijken of dat erin past. We gaan natuurlijk weer vakje 4 openmaken. En 4 zit... Waar is 4? Oh, dat is een zoektocht. Hier. Nou. Ik heb het. En het is, heel schattig, een cream blush. Ik heb wel net mijn nagel gesloten, want het is dus een heel klein blushje die erin zit. Wel super schattig. Echt heel leuk. Maar ik heb wel mijn nagel beschadigd nu, want ik moest hem best wel hard trekken. Dus die moet ik even veilen zo. Een lief blushje. Zo, ik heb alles weer klaar. Foto's zijn weer klaar, dus dat is mooi. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik de Code voor Koppers. Tenminste, als het een goede is. Want ik begreep eigenlijk een beetje dat het leek op een herhaling. Als ik naar de voorstukje keek. Want gisteren liet ze een voorstukje zien van een herhaling. Afgelopen week leek het wel een nieuwe. Moet ik even naar gaan kijken. Verder denk ik dat ik nog even een aflevering van het moorddossier ga kijken. Sowieso foto's bewerken. Ik wil nog even GTA doen. Vanavond begint ook het nieuwe seizoen van Fortnite. Dus dat eigenlijk. Ja, verder niet zo heel veel. Ik ga mijn laatste aflevering van mijn serie kijken. Ik ga mijn nagels even doen. En wat ga ik nog meer doen? Verder met Dr. Tinus. Dus dat is het eigenlijk ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Goedemiddag, deze maandag. Het is 5 december. Het is weer lekker donker hier. Het is vandaag Sinterklaas. Ik ben klaargemaakt. Nou, ik denk dat de meeste mensen al wel Sinterklaas gevierd hebben. Ik pak vanavond de cadeautjes uit. Ik heb ook nog een cadeautje voor mezelf gekocht, gewoon omdat het kan. Maar ik denk dat de meeste mensen het al wel gevierd hebben. Gewoon met kinderen in het weekend is het gewoon makkelijker natuurlijk. Dus ja, dat snap ik ook wel. Maar ik doe het vanavond en jullie zien die beelden dan morgen. Nou, ik zou gisteravond de Code van Koppers gaan kijken. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Het was een herhaling. Ze hebben ervoor gekozen een herhaling uit te zenden. En ik denk dat dit komt vanwege het voetbal. Dat ze misschien toch meer de kijkcijfers trokken. Toen hebben ze dus gekozen voor een herhaling. Maar ik had hem al gezien, dus ik heb er niet naar gekeken. Ik heb wel even moorddossier gekeken. Koninginnedagmoord had ik nu. Ja, best wel heel bizar ook hoor. Dat je eigenlijk, diegene was naar best wel... korte periode was die ook wel weer vrij. En ja, dat je eigenlijk niet echt weet of het verhaal wel klopt. Het was allemaal een beetje vaag. Maar ik vond het wel heel interessant. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Ze zijn paars. En even kijken hoor, had ik het lakje. Dus deze. Het is een hele oude collectie van Loud. Kan de naam. Maar dan moet ik weer naar het licht toe natuurlijk. Zo is het. Het is 01... Riot at Love. Maar goed, die heb ik er even op gesmeerd. Ik heb wel de foto's klaar. Laatste aflevering gekeken van de Netflix-serie. Het viel me een beetje tegen, eerlijk gezegd. Je kwam er nu wel eindelijk achter wat er dus precies gebeurd is. Maar je weet niet of dat diegene nou veroordeeld is. Want nou, laat ik het even kort uitleggen. Het ging over een man die werd verdacht van een moord. Daar stond hij terecht voor. Maar hij ontkende dat hij die moord had gedaan. En eigenlijk in de loop, zeg maar, van dat proces deed hij zijn verhaal uit de doeken. Maar uiteindelijk heeft hij voor de rechtbank wel gelogen. Want het verhaal zat dus anders. Maar je hoorde dus niet uiteindelijk of dat hij nou veroordeeld werd
voor schuldig of niet schuldig, want het gaat wel met zo'n jury. Dus dat vond ik wel jammer, dat je eigenlijk niet weet of dat hij nou is beschuldigd, ja of nee. Dus dat was een beetje een open einde, dus dat vond ik wel jammer. Daarna Dr. Tinus, ik zei vorige week, nou, ik moet even twijfelen, ik twijfel een beetje of ik het wel wil zien, maar ik vond het eigenlijk op zich best wel leuk, dus ik ga het gewoon doorkijken. Ik ga nu zo even de kattenbakken doen en de douche en de gang. Ik heb alleen volgens mij geen chloor meer. Ik zal even boven kijken of ik nog een fles heb staan. Maar ik ben het vergeten te kopen. En dat vind ik wel een beetje jammer. Want ik vind het altijd heel lekker om met chloor te werken in mijn douche. En in mijn douche eigenlijk alleen. En soms gewoon eventjes als je je keuken even, dat het even doorspoelt. Vind ik ook wel lekker. Maar goed, ik ga je meenemen. Ik ga muziek aanknallen en dan ga ik even wat doen. Want ik heb het ook onwijs koud. Dus ik hoop dat ik even wat opwarm. Ik wilde jullie nog even mijn nieuwe teddy aankoop laten zien. Ik heb namelijk een teddy shopper. Hij is dus zwart zoals je kan zien. Met een gewone binnenkant. Er zit een rits in. Ik vind het gewoon makkelijk om een keertje mee te nemen naar het centrum of zo. Want ik ben nu wel heel erg in het teddy, dus ik vond hem wel leuk. Hij is van het merk Beagles, geloof ik. Ken ik verder niet, maar hij kwam er wel goed uit. Action heeft ze tegenwoordig ook. Maar die hebben geen zwart en ik wilde heel graag een zwarte, dus ik heb deze dus nu. En die heeft gewoon wat langere hengsels, zodat je hem over je schouder kunt hangen. Het is natuurlijk tijd voor vakje 5. Ik ben heel benieuwd, waar zit 5? 5 is hier, vrij klein vakje. Ja. Oh, kijk. Dit is een mini beauty blendertje, maar dan gewoon van het Action merk. Wel heel schattig, die zijn heel fijn voor je concealer. Ja, super schattig. Heel leuk. Zo, de katjes hebben net hun zachte voer gehad. Ik heb alles lekker klaar. Ik heb lekker de gang weer klaar, de douche. Maar de kattenbak, ik had dus geen chloor meer, dus die moet ik wel eventjes gaan halen. Ik vind het zelf gewoon altijd in de douche wel fijn om te gebruiken, wat ik al eerder zei. Maar het is allemaal weer lekker schoon. Ik moest eventjes naar de kliko, het was zo koud. Maar je merkte dat het een beetje regenachtig is. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het is. Ik zal eens even kijken. Hoeveel graden is het? 5. Ja, en het is regenachtig. Maar goed. Ik ben blij dat alles weer klaar is. Ik heb de was ook even, de handdoeken die had ik van de week gewassen, die heb ik weer even op zijn plek gelegd. Er ligt nog iets achter op tafel, dat moet nog even weg. Ik ga soms in ieder geval eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Ik eet dus nu een keer wat makkelijk op de maandag. Ik heb nu schnitzel, want normaal doe ik altijd wel koken. Maar ik denk, ja, met Sinterklaas, weet je, vind ik het ook wel lekker iets makkelijker eten. En dan vanavond ga ik natuurlijk lekker de cadeautjes uitpakken. Maar daar zet ik jullie dan bij en dat zien jullie dan morgen. Verder denk ik dat ik even Nieuw Amsterdam ga kijken, want er is eigenlijk verder niks meer wat mij nu interesseert, omdat alles, ja, Chateau Meiland is afgelopen, dus dat komt verder niet. Wat daarvoor in de plaats komt, dat interesseert mij niet. Ik moet wel even een paar nagels bijwerken, die zijn heel erg beschadigd, was ik al een beetje bang voor. Verder ga ik gewoon mijn blogpost schrijven en moet ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken, maar ik heb nog geen idee waar ik zin aan heb, dus daar moet ik nog eventjes naar kijken. En wat ga ik doen? Sowieso Dr. Tinus kijken, dus dat wordt het ook. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en wat drinken. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 6 december. Ik ben klaargemaakt.
Sinterklaas heeft hier het land weer verlaten. Ik geloof dat het in België op 6 december is, dus vandaag, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ik dacht eigenlijk altijd dat hij het op 6 december vierde. Dus we hebben de eerste feestdag van de maand eigenlijk alweer gehad. En ja, ik weet niet. Die maand december die gaat altijd sowieso heel hard. En als kind zijnde voor het ook altijd heel snel gaan. Maar als volwassene is dat ook nog steeds wel zo. Ik heb wel een hele leuke pakjesavond gehad, soort van. Maar het was wel echt heel erg leuk. Dus ik zal nog even de cadeautjes laten zien wat ik dan heb gekregen. Maar echt wel hele leuke dingetjes gehad. Dus daar was ik echt super blij mee. Het was wel heel leuk om zo toch nog even een soort van pakjesavond te vieren. Ik heb gisteravond de Nieuw Amsterdam gekeken. En ik moest heel even terugschakelen. Want ik kijk het dus nu via Net 5. En daar wordt dus niet in teruggerefereerd naar het vorige seizoen. Dus je moet weer even heel goed nadenken hoe zat alles ook alweer. Dat je dus geen voorstukje hebt van hoe het eindigde. Ik wist het nog wel redelijk, maar bij sommige dingen dacht ik even, moest ik even heel diep graven. Ik heb even het nieuwe seizoen van Fortnite gedaan. Ja, ik vond het best wel lastig. Alles weer helemaal nieuw, dus je moet alles weer helemaal leren kennen. En tegen de tijd dat je alles kent, dan is het weer tijd voor een volgende update. Vind ik altijd wel een beetje lastig, maar oké. Ik heb een blogpost geschreven. Ik heb een nieuwe serie uitgezocht. Die heet Echo's. Een beetje vreemd nog. Hij had best wel een hoge match met mij. Maar ik vond die eerste aflevering best wel vreemd. Maar ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. Het gaat over een vrouw. Die heeft een tweelingzus. En die tweelingzus verdwijnt. En dan wil zij de plek van die tweelingzus innemen. Dus dan gaat ze schipperen tussen haar eigen leven en dat van haar zus, geloof ik. Maar dat is even wat ik vluchtig gelezen heb. Dus ik ga wel zien hoe dat verder gaat. En daarna Dr. Tinus. Dus dat was het. Ik ga zometeen een video opnemen als ik heb stofgezogen en de kattenbakken heb gedaan. Jullie kunnen gaan kijken naar hoe mijn pakjesavond was. En ik zal uiteraard straks ook nog even de cadeautjes laten zien met daglicht wat ik nou precies heb gehad. Dus dat is voor jullie de planning. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang en zorgen dat er een video op komt te staan.
Nou, ik had voor mezelf een foundation blender gekocht. Van Real Techniques. Nou denk je misschien, hey, had je die laatst niet gekocht? Nee, die lijkt erop. Dat is wel zo'n soort kwast, maar die is wat breder en die was echt voor poeder. En hiermee kun je je foundation dus blenden. Dus die. Dan heb ik heel leuk een deurhanger gekregen. Die kan dus aan je deur. Daar kun je dus gewoon nog wat dingen aan ophangen. Dat was super leuk. Want ik heb er dus al bij staan kijken toen bij Libra. Maar ik heb hem toen niet meegenomen. Nu heb ik hem dus gekregen. Dus super leuk. Een heel leuk setje met een make-up borstel en twee sponsjes. Kijk ook hoe schattig. Zo klein. Ook gewoon heel leuk vormgeven die verpakking dat het dieren zijn. Die kun je dus ook je foundation of je lekker mee aanbrengen. Of gewoon bijvoorbeeld je primer. Super leuk. Een hele leuke mok van een kat heb ik gekregen. Super leuk. Gewoon lekker om wat uit te drinken. En pure chocolade met een G.P. Dan heb ik een bullet journal gekregen. Hier zitten ook stickers in. Echt heel, heel mooi vormgegeven dit boekje ook. Maar er zitten dus inderdaad hier dus stickers bij. En het is verder gewoon een boekje met stipjes. En heel mooi op zo'n ringband. Dus ja, super leuk. We gaan even draaien. Oh ja, nog een setje met maskertjes. Dit zijn van die peel-off maskertjes. Dit is Rose Gold Metallic. Superleuk. Ik moet even een beetje naar onder. Een concealer gekregen. Heel fijn. Of moet er nou nog een cadeautje in zitten? Karim. En dat is een eyeliner. Superleuk. Dus dit waren mijn leuke Sinterklaas cadeautjes. Ja, super blij mee. Dus super geslaagd. Sint en Piet hebben plaatsgemaakt voor deze vrolijke mascotte. Voor het Nederlands elftal. Ik denk niet dat dit heel erg gaat werken. Maar ik dacht, nou, dan zetten we jou gewoon even gezellig neer. Is ook wel leuk. Nu hebben we toch een beetje oranje in huis. En ja, waarschijnlijk zal die na vrijdag weer verdwijnen. Maar dan kan die weer ingedeeld worden voor de kersthamsters. Het is natuurlijk tijd voor vakje 6. Even kijken waar die zit. Nummer 6. Hier. Best een groot vakje. Dit ziet eruit als van die nagelstraps die je dus op je nagel kan plakken van die stickers. Ziet dat eruit. Oh, die zijn wel heel leuk. Ook met dat goud en zo. Zijn wel heel vrolijk hoor. Nou, die zijn wel echt super leuk. Hoeveel hebben we er? Als het goed is 20. Oh, 14. Oh, nee, tuurlijk. Je hebt er natuurlijk officieel maar 10 nodig. Dus je krijgt 14 in verschillende maten. Dus ja, wel super leuk. Zo, alles is weer lekker klaar. Video opnemen ging vrij vlot, dus dat is allemaal gelukt. Gelijk alles even opgeruimd en alvast weer de nieuwe spullen voor december alvast in het bakje gedaan, wat alweer klaar stond. Ik heb het nu wel echt even ijs en ijskoud. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het is. Ik ga even kijken hoor. Ik hou het niet meer zo bij. 6. Nou, op zich. Het is koud, maar oké. Ja, lekker nog eventjes aan mijn kerstboompje gewerkt. Het is wel iets anders, zeg maar, dit kerstboompje met painten. Want je hoeft gewoon maar op bepaalde plekjes steentjes te drukken. Je kunt ze iets minder makkelijk verschuiven, omdat het natuurlijk van hard plastic is. En ik heb dus eentje, die wil dus niet plakken. Dus ik denk dat ik daar een beetje lijm onder moet doen. Want ja, anders dan ontbreekt er eentje. Maar goed, ik zal het even laten zien als het af is. Dus, maar zover ben ik nog niet.
Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik eventjes daarna lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik weer naar Bureau Arnhem. Daar heb ik wel weer zin in. Ik wil eigenlijk nog even proberen wat Fortnite te doen. Ik heb alweer wat dingen opgenomen. Zoals Zeeman Confronteert en Nieuw Amsterdam. Dan ga ik de vlog afmaken en mijn foto's bewerken. Dan ga ik vanavond ook weer verder met mijn Netflix-serie. En ook weer even Dr. Tienes kijken. Dus dat wordt verder de avond. Dus niet heel spectaculair, maar gewoon lekker. Straks in ieder geval, voor ik ga douchen, mag de verwarming wat aan. Die gaat nu nog niet aan. Ik weet niet eens hoeveel graden het hier nu is. De gevoelstemperatuur is niet... 17. Is niet heel koud, maar dat komt ook omdat ik lekker een warme trui aan heb. Ik leef in mijn trui. Ja. Ik hou ervan. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een mail zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!